Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij het televisieprogramma Aan de Keukentafel vanuit de Kookstudio in Zutphen. Ja, en we gaan vandaag een heleboel verschillende onderwerpen behandelen. Zoals altijd het nieuws met Nick. Ik doe toevallig aan jouw kant toch de presentatie. Oh, dat is leuk. Ja, we gaan het met Simon hebben over honden en chocola. En met Rob van Steen over kunst en cultuur in de regio en wat er in zijn eigen theater gebeurt. En we gaan heerlijke smoothies maken met Paul van Schaik. Aan die kant, helemaal aan de andere kant van de studio, zit Diana Polder. Daar zit Nathalie Pot en dan gaat het over haar. Met Diana gaan we praten over professional organizing. Wat doe je met je kerstspullen? Maar eigenlijk gaan we beginnen met het koken met Paul. En wat is dan de vraag? Wat eten we vandaag? Nou, echt wentels, stampot. Maar er zijn in Nederland maar 4 stampotten die bij de meeste mensen bekend zijn. Huspot, boerenkool, raapstelen. En dan heb ik er nog eentje in mijn hoofd. Zuurkoolstampot, ja. Maar dat gaan we vandaag allemaal niet maken. We gaan iets anders doen. Het wordt venkelstampot met sinaasappel. En daar doen we dan ook nog een paar heerlijke, bijzondere wildworsten bij. En dat wordt allemaal heel erg lekker. En venkel, is dat niet echt meer een zomergroente? Nou, kijk, venkel is een groente die zeg maar lang in het jaar gekweekt kan worden. En die ook lang goed kan blijven. Dus er is het hele jaar door venkel te krijgen. En het is toch een beetje een toespeling op de winter. En aan de andere kant toch een kleine herinnering aan de zomer. Oké, waar ga je mee beginnen? Eigenlijk heel ordinair met het koken van de aardappelen. We gaan heerlijke dunne schijfjes venkel gaan we eventjes zachtjes aanzetten in de boter. En dan is het het snipperen van de venkel. Het probleem bij de venkel is die rare groene stelen niet meesnijden. Lijkt leuk, maar ze zijn bitter. Dus we snijden alleen het witte. En we halen dan natuurlijk het hart hier. Dit stuk snijden we er even uit. En dan snipperen maar. Oké. Nou, veel succes. Ik kom zo dadelijk bij je terug, Paul. Dank je. We gaan terug naar de keukentafel. Ja, en ik praat met Niek Megens van de Stentor. En we gaan het hebben over het nieuws van de afgelopen week. Want de week heeft 7 dagen. Ja. Laten we beginnen bij de maandag, Niek. Het nieuws van deze week werd in ieder geval voor een deel gedomineerd door het openbaar vervoer. We staan aan de vooravond van een wisseling van de wacht. Het openbaar vervoer is in de Achterhoek de laatste 15 jaar geloof ik verzorgd door Syntus. Komend weekend neemt Arriva het stokje over, althans voor wat betreft het busvervoer. Nu is het zo dat ook op de Veluwe er een wisseling van de wacht plaatsvindt. En daar komt Syntus juist als vervoerder en maakt Veolia plaats. En nu is het wel aardig om te zien hoe die wisseling van de wacht gaat. Want in de Achterhoek waren ze trots op Syntus. Dat was echt hun bedrijf. Er is zelfs een handtekeningenactie geweest. Heel opmerkelijk, want het is toch maar een vervoerder. Hè. Je zou zeggen, wat maakt het uit? Maar goed, de mensen in de Achterhoek zijn behoorlijk verknocht geraakt aan Syntus. Dus ze gingen actie voeren. Maar wat bleek nou? Uiteindelijk, Arriva moest er gewoon komen. En dat had de provincie besloten en dat ging ook gewoon door. En nu Syntus in feite een beetje in zijn nadagen zit, heeft het bedrijf grote problemen. Er worden regelmatig te weinig treinen ingezet op drukke trajecten, zodat mensen 's ochtends op de perrons moeten blijven staan, achterblijven, omdat ze gewoon simpelweg niet meer in de trein kunnen. In Vorden is dat bijvoorbeeld een paar keer gebeurd. En nu heeft de provincie Syntus zelfs een boete opgelegd van €35.000. Dat wordt in korting gebracht op hun exploitatiesubsidie. Als straf voor het inzetten van te weinig treinen. Dus het stapelt zich eigenlijk op, laten we zeggen, negativiteit op negativiteit. Ja, dus het afscheid van de Achterhoek voor Syntus is niet echt heel vrolijk. Omgekeerd, in Apeldoorn heeft Veolia als streekvervoerder afscheid genomen deze week. En dat gebeurde met een oliebollenactie. Daar zijn ze goed uit elkaar gegaan, zeg maar. Wat overigens wel belangrijk is om te weten, is dat het voor het streekvervoer vanaf dit weekend alleen de bussen van Arriva in onze regio gaan rijden. En dat bedoel ik regio Achterhoek en Rivierenland. En de treinen pas in 2013. Dus dat. Nou ja, misschien kunnen ze met de opbrengst van die oliebollenactie die boete betalen dan. Ja, dus de een kan de ander dan helpen, wellicht. Dat zou kunnen. Laten we gaan naar een feestelijke man, ja. Frans Bauer. Ja. Frans Bauer zou in Klarenbeek optreden. Ja, Frans Bauer, heb je even voor mij, maar de mensen hebben geen tijd meer voor Frans Bauer, want het optreden ging niet door.
Pas wouden ze dit weekend in Klarenbeek spelen, maar er waren maar een paar honderd kaarten verkocht. En toen heeft de Nieuwe Zweep samen met de organisator besloten om het optreden te cancelen. En zitten daar dan nog kosten aan vast of weet je dat niet? Nou, dat weet ik niet. De mensen moeten hun geld terugkrijgen. Maar het is natuurlijk, kijk, een jaar of zes, zeven geleden, misschien nog wel zelfs twee jaar geleden, was het ondenkbaar dat Frans Bauer niet zou uitverkopen. En dat is toch een behoorlijke schok geweest voor die organisatie. Die dachten van, nou, mooi optreden in de Nieuwe Zweep, leuke zaal, een paar honderd mensen erin, gezellige avond. Maar het liep gewoon niet, de kaartverkoop. Dus. Nou, erg vervelend. En natuurlijk ook slechte publiciteit voor Frans Bauer. Ja, goed, er wordt al gesproken van Bauermoeheid. Hè? En mensen zijn Bauermoe. Het schijnt dat jongens als Frans Duits en zo nu populairder zijn en wel volle zalen trekken. Maar goed. Ja, het is net de Nederlandse economie. Het gaat op en down en het komt vast weer terug. Gaat op en neer. En er is een succesje in, laten we zeggen, vanuit het Westen hebben we toch te maken ook met een product uit Oost-Nederland. Wat doe je op een gegeven moment? De Ermeloze Den. De Ermeloze Den, ja, tuurlijk. Ja, kerstbomen. Ja, het is natuurlijk, de kerstbomen waren deze week in het nieuws. Zowel in Ermelo als in Zutphen. We beginnen even in Ermelo. Je hebt een soort kerstbomen scout tegenwoordig, schijnbaar. We kennen scouting natuurlijk van voetbal, hè? Van die gasten in regenjassen die de velden afstruinen op zoek naar jong talent. Maar je hebt dus kennelijk ook kerstboom scouts in Nederland. En dat is een bedrijfje, die rijdt gewoon rond en die kijkt in tuinen waar mooie grote kerstbomen staan. En dan wordt er vervolgens aangebeld en gezegd van, joh, zou je je kerstboom niet willen verkopen, want die kunnen we goed gebruiken. Nou, dat is een familie uit Ermelo overkomen, die kregen zo iemand aan de deur. En dat is de familie Anneveld. En die kregen de vraag voorgelegd van, goh, prachtige bomen in uw voortuin, mogen wij die hebben? Nou, familie getwijfeld, wel doen, niet doen. Nou, uiteindelijk hebben ze het gedaan. En die kerstboom is naar dat bedrijf gegaan. En dat bedrijf heeft die kerstboom dus weer weten te stallen in Amsterdam. En die is nu te bewonderen op het Waterloopplein. Kijk, fantastisch. Ja. Dus, en aangezien wij of naar Duitsland gaan of naar het Westen voor een kerstmarkt, zullen we die boom vast tegenkomen. Ja. Nou ja, goed. Een aardig verhaal is ook nog wat te vertellen over de Zutphense kerstboom. Die staat op de Houtmarkt. Ook een enorm geval. Die komt uit een Warnsveldse achtertuin. Die boom is ooit begonnen in de woonkamer. Zoals het bij veel mensen gaat, is het kerstmis afgelopen nieuwjaar. Wat moeten we met die boom? Naar de stort brengen of niet? Nou ja, goed, we laten hem maar even staan. Of we planten hem zelfs in de tuin. Nou, dat ding is echt 1,15 meter hoog geworden. En toen dachten ze ook van, nou, die moet maar om. En ze hebben die boom aangeboden aan de gemeente Zutphen. Ja, goed. En zoals iedereen weet, gemeenten hebben tegenwoordig helemaal geen rode cent meer. Dus die waren hartstikke blij met een mooie kerstboom. Dat scheelt alweer een paar knaken op de begroting. Ja, dat scheelt een piek. Ja. Min of meer. we gaan naar ons laatste onderwerp. En dat is, in de Stedendriehoek is men toch heel erg positief over de economie. Ja, dat blijkt uit een onderzoek. We koppen dat ook in de krant vandaag. Althans in de Zutphense Gelderse editie van de Stentor. Optimisme in de Stedendriehoek. En dat is natuurlijk een mooi bericht zo vlak voor de kerst en voor het nieuwe jaar. Ondernemers zijn optimistisch over de kansen voor volgend jaar. De cijfers zijn goed. Het vertrouwen is weer terug. Dat is in deze regio, Stedendriehoek en Twente, vooral te danken aan de export, blijkt uit het onderzoek. En de export waar naartoe? Ik weet dat niet exact, maar dat wordt ook niet vermeld. Maar het komt erop neer dat bedrijven die in de export actief zijn gewoon weer betere omzet halen. Het is nog geen Hosanna-stemming, dat wordt ook meteen bijgezegd. En wat ook nog steeds speelt is dat de bouw het nog steeds heel erg moeilijk heeft. En dat blijft voorlopig nog even zo. Oké. En heeft het al wel gevolgen voor de werkgelegenheid of kun je dat nu nog niet zeggen? Nou, je merkt wel, het trekt gewoon weer aan. Er komen gewoon steeds meer vacatures, bedrijven hebben mensen nodig. En dat wordt ook als een indicatie gezien van toegenomen vertrouwen. Ja, maar het schijnt nog zowel zo te zijn dat de groei nog niet het verlies van vorig jaar overstijgt. Nee, dat nog niet. Maar goed, kijk, het mooie is natuurlijk dat de bodem kennelijk bereikt is en de weg terug is ingezet. En dat is het belangrijkste. Ja, oké, we houden het in de gaten. We gaan naar Diana Polder. En ik geef de stok over aan Ingrid. Ja, we hadden het net al een klein beetje over kerst en kerstbomen. Nou, wat heb je natuurlijk nodig in een kerstboom? Kerstverlichting en kerstballen. En na de kerst moet je natuurlijk alles ook weer netjes opruimen. En iemand die daar alles over weet, dat is Diana. Want Diana, hoe ga je er nou het beste mee om? Nou, ik heb daarvoor een aantal tips voor de kijkers. Ik heb een aantal opbergdozen meegebracht waar je kerstballen in kunt opbergen. Het zijn twee verschillende formaten en er zijn ook verschillende hoeveelheid kerstballen die erin kunnen. In het kleinste exemplaar staat op dat je daar zo'n 45 ballen in kwijt kunt. Maar ik heb het gisteren in elkaar gezet en toen bleek dus dat dit iets boven de doos uitsteekt. Ja. Waardoor je dus niet de deksel erop kunt doen. Dus wat ik wil voorstellen is dat je dit eruit haalt. Dat is zeg maar waar je de ballen in kunt opbergen.
En dat je dit gebruikt voor de slingers en dergelijke. Hè? Dat je daar de platte zaken in. En daaronder kunnen dan de kerstballen? Hieronder kunnen dan de kerstballen. Ja. En hoeveel in totaal? Niet die 45? Nee, daar kunnen er 30 in. 30. Ja, dan zitten er een aantal compartimenten waar je dan de kerstballen in op kunt bergen. En de grote exemplaar, daar kunnen de 64 in. En daar, het grote voordeel daarvan is dat je dus treetjes hebt, waardoor je heel gemakkelijk zaken uit kunt halen. En overzicht hebt over je kerstballen. In het middengedeelte kun je vooral de kleine kerstballen opbergen. In het brede gedeelte de grote. Ja, en alle vormen ook, hè? Want die hebben natuurlijk een mooie allerlei hart. Vormen. Vormen, ja. die kan er ook in. Ja, en wat ik merk is dat kerstballen op zich niet zo snel beschadigen. Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld een jonge hond hebt of een poes. Hè, dan heb je nog wel kleine kinderen. Of kleine kinderen. Die vinden het natuurlijk prachtig om die glimmers uit de boom te meppen. Maar als je dus kijkt naar kerstballen, die hebben vaak een heel dun laagje erop zitten van een verf. En dat wordt alleen maar beschadigd op het moment dat je het in de doos doet of eruit haalt. Ja. En hoe je dat kunt voorkomen is als je dus de kerstballen gaat opbergen, dat je daarvoor een tissue gebruikt als een soort van jasje. Oh. Dat je het op die manier in de doos stopt. Ja, wat handig. Ja. En wat ook een... nu komen natuurlijk alle kerstspullen weer tevoorschijn. En is ook het moment om eens kritisch te kijken naar wat je allemaal hebt. Want mensen hebben over het algemeen heel veel kerstspullen. Het is ook de tijd dat mensen ook weer nieuwe dingen aanschaffen. En dat je eens kritisch kijkt van, nou, welke ballen heb ik nou de laatste jaren wel gebruikt en welke gebruik ik al een tijdje niet meer. En het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld themadozen gaat maken, dat je verschillende dozen neemt en dat je daar verschillende kleuren in doet. Bijvoorbeeld een doos met alleen maar zilveren ballen of alleen maar rode of alleen maar gouden ballen of heel kleurrijk. Je wil ook wel eens een keer wat anders, hè? Precies, mensen willen gewoon graag afwisseling. Ja. Het ene jaar een rode boom, het andere jaar een zilveren boom. Dus dat is gewoon heel afwisseling. Wat een luxe, hè? Ja, inderdaad. Ja. Er zijn trouwens al ruilmarkten waar je met je kerstspullen naartoe kan gaan en dan kun je ze ruilen tegen andere kleuren. Ook dat bestaat, dat heb ik inderdaad gehoord. Dan kan je zo die doos meenemen en kan je het omruilen. Alles uitstallen, ja. Maar wat mensen ook vaak hebben, is dat ze dus kerstballen bewaren, omdat ze daar nog nostalgische herinneringen hebben. He, dus dan willen ze het graag bewaren vanuit het principe van, ja, die koester ik, want daar heb ik iets mee met die ballen. Dat heb ik gekregen van mijn ouders of van grootouders. Ja. En die hele oude kerstballen, die zijn overigens nog best wel wat geld waard. Dus daar kun je nog verzamelaars voor vinden, die dat heel leuk vinden om dat te verzamelen. En daarnaast is het zo dat, dat je gewoon eens moet kijken van welke ballen wil ik wel bewaren en welke niet. Maar dat je ook een nostalgiedoos maakt. Dus een kleine kerstdoos waar je dus alle kerstballen in verzamelt waar je iets mee hebt. En die stop je dan ook bij je kerstspullen. Ja. Die bewaar je dan ook. En dan kun je dat ieder jaar weer terugvinden. En zien van, oh ja, dat is mijn speciale doosje. En wat voor soort doosje denk je dan? Is dat ook zo'n gespecialiseerde doos of mag dat iets anders zijn? Dat mag iets anders zijn, tuurlijk. Ja, het is natuurlijk wel een kostbare collectie die je natuurlijk goed wil bewaren. Ja, en je hoeft ze ook niet allemaal te bewaren. Als je bijvoorbeeld 10 kerstballen hebt waar je iets bijzonders mee hebt, dat je er 1 of 2 uitpikt. Goed. Dan kan de rest weg. Oké. We gaan dadelijk nog even met je hebben over opbergen van kerstverlichting. Klopt. Ook heel belangrijk. Ja. En in de tussentijd gaan we even terug naar Gerbrand. Naar de keukentafel. Ja, en ik ga het hebben over de slechte geluidskwaliteit van televisies. Dan denk je, koop je een televisie? En dan staat er ook bij natuurlijk fantastisch geluid, superboost, bass, nou, whatever. Maar dat blijkt niet zo te zijn, Paul. Nou, inderdaad, er zijn tv's van de hele dag, plasmatelevisies, LCD-televisies en LED-tv's, die zijn namelijk heel erg plat. En doordat je een hele kleine platte scherm hebt, dan hebben die speakertjes niet de mogelijkheid om inderdaad als klankkast een goede geluidskwaliteit te gaan creëren. Nou, en daar zijn natuurlijk verschillende oplossingen voor gekomen. We kunnen natuurlijk de apparatuur op de geluidsinstallatie aansluiten, maar er zijn ook soundbars te koop. En die soundbars die plaats je dus onder de televisie en daar zit eigenlijk een versterker in met een houten kast erbij. Ik heb er eentje bij me. Ach, wat toevallig. Ja, hij toevallig. Ja. Oh, wat vond erin op straat. Kijk, tadaa. Ik doe net of hij heel licht is, maar hij is best wel zwaar. Ja, maar waarom is zo'n apparaat altijd zo zwart, zo donker? Het is een beetje... het is eigenlijk het nieuwe wit. Zo moet je het eigenlijk zien. Zwart is het nieuwe wit. Nee, ik vind het goed. Nee, het is natuurlijk een apparaat waar niet te veel op mag vallen. Hij komt meestal onder de televisie te staan. En in een wat donker hoekje. De tv moet opvallen. Daar zit het licht in. En als het licht is, dan zou het met name veel van de televisie... Dat ziet er niet echt mooi uit. Ik denk dat als dit een roze kleur zou zijn, natuurlijk ook een mooie kleur, maar dan leidt het te veel af. Maar het gaat met name om de geluidskwaliteit. Het is een houten box. Is het zo dat mensen echt gewoon ook, als je een roze, laten we zeggen, soundbar zou hebben, dat ze hem niet zouden willen kopen? Nee, want roze is namelijk wel een hele populaire kleur in apparatuur.
Maar waarom maakt de fabrikant dat dan niet? Maakt de fabrikant wel, maar niet luidsprekers. Oké. Ja. En dit is dus een luidsprekerset. Dit is een luidsprekerset. Er zitten 6 luidsprekertjes in van de hoge tonen. En een subwoofer zit hier dan in met een geïntegreerde versterker. Die sluit je op de line out in van de televisie. Vervolgens gaat hij hier op de line in, drukt op een knopje en je hebt dan hierdoor eigenlijk een 3D surround sound. Dus dat betekent eigenlijk als het ware dat het heel realistisch in de huiskamer komt. En ook met een surround geluid. En je hoeft dan niet heel veel luidsprekers in de kamer neer te zetten. En wat is dan het verschil met een, laten we zeggen, een normale surround set met 5 van die speakertjes en een subwoofer? Dit is een alternatief. Dit is een probleemoplossende luidspreker, zodat je dus niet allemaal luidsprekers hoeft te plaatsen. Dus mensen die echt het Dolby Surround ProLogic digitaal willen hebben, die zullen dan inderdaad toch wel 5 luidsprekers nodig hebben. Maar dit is een alternatief, een probleemoplossend iets voor mensen die dus een televisie kopen, het niet aansluiten op de geluidsinstallatie en een oplossing zoeken voor een goed geluid. Hoe compact. En wat kost deze nu? Nou, deze kost €149. Dus die is, dat is een heel interessante prijs-kwaliteitsverhouding. En is het dan goedkoper dan een setje met 5 speakers bijvoorbeeld? En wat kost zo'n setje? Nou, die heb je al vanaf €99, maar dat loopt tot €5,000-€6,000. Ja. Daar zit een groot prijs- en kwaliteitsverschil in. Dit is een stukje gemak. Je zet je televisie of erop, je zet hem erbij. 5 luidsprekertjes, een lijn in erop en het is voor elkaar. Ja, een kind kan de was doen. Dit is niks. Is weer iets ander apparaat. Ja. Maar dat de achterkant is even zien. Nou, ja. Ik weet niet of die hebben gezien, maar eigenlijk is het is een heel simpel ding. Ja, het is een heel simpel ding. Dit is de input waar je dus de uitgang van de televisie hier op de ingang op zet. Er zitten nog 2 andere lines in op. Dus je kunt ook je MP3-speler op afspelen. Of een andere geluidsdrager die hier direct op aansluit. En je hebt gewoon een fantastisch geluid. En hoe bedien je hem? Sterker stopcontact, knopje op aan en dan zit er nog een afstandsbediening bij voor het volume harder en zachter te zetten. En dan weer een aparte afstandsbediening. Ja, maar daar hebben we weer een ander item. We kunnen natuurlijk ook weer een afstandsbediening aanschaffen waar meerdere afstandsbedieningen geïntegreerd zitten. Ja, maar dat is een grote kring voor mensen natuurlijk. Al die afstandsbedieningen. Ja. Dus ik neem je een keertje eentje mee. De volgende keer zal ik het meenemen. Alleen nou was eigenlijk de problematiek van dat de geluidskwaliteit van de televisies niet echt heel optimaal is. En daarvoor heb ik eigenlijk deze meegenomen dat dit een heel goed product is waarbij het dan wel heel erg goed klinkt. Dankjewel. Ja? Ja, kom je even bij me zitten? Want we gaan praten met Simon Schuurman. Ja. En Simon is dierenarts en we gaan het hebben over wat hier op tafel ligt. Heerlijk, chocola. Ja. Doe maar een stukje. Ja, voor jou is dat inderdaad hartstikke lekker en voor mij ook. Helaas denken nog steeds mensen dat het ook voor hun hond een goed snoepje is. En in deze tijd van het jaar ligt overal in elk huishouden ontzettend veel chocolade. Chocoladeletters? De chocoladeletters, die hebben we net gehad. Als het goed is, zijn de meeste alweer op. Maar ook afgelopen week zijn er bij ons in de praktijk weer honden geweest die chocoladeletters opgegeten hadden. En nou denken mensen op zich, dat kan niet zoveel kwaad. Maar het tegendeel is waar. Chocolade bevat een stofje, theobromine. Dat is een cafeïneachtige stof. Dat maakt chocolade ook lekker voor ons. En dat kunnen wij ontzettend goed afbreken. Maar honden en ook katten kunnen dat niet zo goed afbreken. En als zich dat in jouw lichaam ophoopt, dan kan dat tot ernstige vergiftigingsverschijnselen leiden. Lichaam van de hond bedoel je dan? Ja, niet in jouw lichaam inderdaad, maar het lichaam van de hond bedoel ik inderdaad. Dus het is belangrijk om als diereigenaar daarop te letten en je hond dus geen chocolade aan te bieden. Hoe ernstig kan het nou zijn als je hond een halve tablet heeft opgegeten? Hoe erg moet ik verwachten? Nou, dat is goed dat je die vraag stelt. Het is vrij lastig om dat precies te voorspellen. Dat is ook de grote problematiek en misschien ook wel de reden waarom het lang niet onderkend is. Want er zijn waarschijnlijk ook een hoop hondeneigenaren die nu zeggen en denken van ja, maar bij mijn hond deed het helemaal geen kwaad. Dat klopt. Maar er zit een heel groot verschil in soort chocolade. Je hebt bijvoorbeeld de witte chocolade, daar zit bijna geen cacao in. En je hebt hele donkere, hele luxe chocolades waar wel ontzettend veel cacao in zit. En in die cacao zit dus dat stofje wat de hond niet af kan breken. Dus daar zit een geen duidelijke richtlijn. Dat is lastig. Het is wel zo dat dus hoe donkerder de chocolade is, hoe gevaarlijker dat die is. Dus pure chocolade is veel sneller giftig dan melkchocolade. En dan hangt het van het gewicht van het dier af natuurlijk. Dus hoe groter de hond, hoe minder kans op heftige vergiftiging. Ja. Neem ik aan. Ja, ik heb een soort van richtlijntje heb ik hier op papier geprint. Ik weet niet of dat goed in beeld te brengen is. Maar hier laat ik in ieder geval zien dat bijvoorbeeld 3 stukjes pure chocolade voor een Jack Russeltje
Dat kan tot ernstige symptomen leiden. Als je een veel grotere hond, een labrador, dan heb je met 2 reepjes pure chocolade al behoorlijke kans dat je inderdaad met vergiftigingsverschijnselen te maken krijgt. En dat hospitaal, wat zien jullie dan eigenlijk? Dat is dan de dierenarts. Ja, wat moet je eigenlijk doen op het moment dat je hond chocolade gegeten heeft? Nou, het is denk ik heel belangrijk dat je contact opneemt met de dierenarts om uit te leggen wat voor soort chocolade je hond gegeten heeft. Dat is voor ons altijd ontzettend belangrijk om te weten. Liefst eventueel zelfs het merk, want dan kunnen we opzoeken. Er zitten ook nog weer verschillen in merk, hoeveel chocoladegehalte die dingen hebben. En hoe lang het geleden is en de hoeveelheid natuurlijk. Zijn het 3 stukjes geweest? Is het een hele reep geweest? En dan kan er een inschatting gemaakt worden of dat tot problemen leidt. En in veel van die gevallen is het gewoon verstandig om problemen te voorkomen. Ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Maar stel ervoor dat het is gebeurd. Hè? Ja. Is het niet zo dat als een mens een voedselvergiftiging heeft, dan komt alles er meteen uit? Is dat bij de hond ook niet zo? Nou, op het moment dat je die verschijnselen gaat zien, is het feitelijk al te laat. Want dan heeft de hond het al opgenomen. En wat zijn die verschijnselen? Direct na opname gebeurt er nog niks. Het duurt een uurtje. Tot 12 uur kan het wel duren voordat je verschijnselen ziet. Het begint met braakselen, speekselen, diarree. Dat zijn milde verschijnselen, dat is op zich niet zo erg. Maar het kan ook erger worden, dan wordt het echt excitatie. Dan krijg je een heel erg onrustige hond die zijn draai niet kan vinden. En steeds gekker reageert op aanraking of contact met de eigenaar. En uiteindelijk kan het ook tot hartritmestoornissen en zelfs tot coma en de dood leiden. Maar dan ben je dus al veel te ver. Maar wat moet je nu doen? Dat is natuurlijk heel belangrijk. Als hij toch chocolade gegeten heeft, dus contact opnemen met de dierenarts. De dierenarts bepaalt dan of het zinvol is om de chocolade uit het lichaam te halen of de absorptie van chocolade tegen te gaan. En dat kunnen we doen door middel van een stofje wat braken opwekt. En daarnaast kunnen we middelen geven, Laxantia en Norit bijvoorbeeld, om de opname van chocolade te beperken. En in ergere gevallen dan is echt een opname nodig. Is de medicatie mogelijk om hartritmestoornissen tegen te gaan? En kun je dieren aan het infuus leggen om de uitscheiding van die chocolade. Heb je het echt zo erg meegemaakt dat mensen kwamen dat die hond bijna. Zeker. Ja, er overlijden echt werkelijk waar elk jaar in Nederland honden aan chocoladevergiftiging. En dat klinkt gek, maar dat is echt zo. En het moeilijke blijft dus, en dat punt wil ik echt maken, dat het heel lastig te voorspellen is of het wel of niet goed zal gaan. Dus het is gewoon altijd verstandig op het moment dat een dier een hond chocolade gegeten heeft, gewoon even bellen. En liever 1 keer te vaak gebeld en dat het gewoon met de sissen afloopt, dan dat je een keer niet belt. Want op het moment dat verschijnselen echt ernstig zijn, na die 12 uur bijvoorbeeld een ernstig hond die in coma al ligt, dan is er vaak niet zoveel meer aan te doen. Okay. Nou, heel erg bedankt voor de tip. We zullen er allemaal aan denken. En de schoentjes tegenwoordig wat hoger op de kast zetten. Of snel opeten, dat kan natuurlijk ook. Zelfs snel opeten, oké. Okay. Goed, dankjewel Simon. Ik ga even verder naar Paul. We gaan koken weer. Ja, jij gaat even koken. Wij gaan even een stoelendans doen. Want Nick die komt hier zo meteen. We gaan praten over 1 nieuwsitem wat we uitgelicht hebben. Maar we gaan het ruikt ontzettend lekker hier. Dat is jammer dat we nog geen geur-tv hebben. Wanneer komt dat, Paul? Wat denk je? Nou, natuurlijk wel eventjes. Het is al een keer gedemonstreerd. Maar nee, dat is nog niet voor de consumenten in de markt. Nee. En ook niet voor elke film geschikt. We gaan even kijken bij Ingrid en bij Paul. Hoe staat het daar? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat hij heerlijk ruikt. Paul die heeft inmiddels een puree gemaakt. En wat ga je nog meer doen, Paul? Wij hebben hier heerlijke schijfjes venkel. Die hebben we eventjes zachtjes aangezet in de boter. Ik heb inmiddels de puree gemaakt. En ook weer even letten op de bijzonderheden. We pureren het hele verhaal. Dus door zachtjes de venkel mee te koken met de aardappel. Maar tegelijkertijd bakken we ook hele kleine stukjes venkel. En nadat we de puree en de pureeknijper hebben gemaakt, doen we die harde stukjes venkel er weer doorheen. Om een beetje een bite te hebben. Die pureeknijper, dat gaat even heel erg snel. Ik stamp altijd mijn puree. Wat is een pureeknijper? Een pureeknijper is een behoorlijk apparaat waarmee puree kan worden geknepen. En dat is de techniek die in de keuken toch de voorkeur heeft om een hele mooie puree te maken van een goede structuur. Stampen en vooral mixen, dat leidt tot een vorm van puree die meer aan behanglijm doet denken. Dat willen we niet.
Het moet toch een beetje nog een structuur hebben, zodat je weet dat je aardappel eet. En daar is een pureeknijper erg goed voor. En moet er ook veel boter door en melk om puree te maken? Ja, puree moet wel verrijkt worden. Dus ik heb wel een flinke scheut room doorheen gedaan. En, wat voor room is dat? Ja, die room die wordt gewoon een slagroom, ja. Echte slagroom? Ja. Behoorlijk heftige, zware maaltijd eigenlijk. Wederom moet ik zeggen dat je straks zult zien dat de hoeveelheden zodanig zijn dat dat best wel kan, hoor. Oh, dat komt wel goed. En alles, alles wat lekker is, is goed, maar met mate, hè. Zei Paul. Hey Paul, wat ben je nu aan het bakken? Ik ben aan een... Het is vandaag een eendenborstje erbij. Oh. Dat combineert ook heel erg goed met de sinaasappel die we gaan gebruiken. Dus we gaan ook sinaasappel eroverheen raspen. En voor de kleur en voor de bite een heel fijn gesnipperd bosuitje. Oh, heerlijk. Nou, ik kom zo dadelijk bij je terug als het klaar is. Misschien mag ik dan wel wat proeven. Ja, vast wel. Jij alleen. Oké, tot zo. Ja, en dan gaan we weer verder met het nieuws. Nee, we gaan niet verder met het nieuws. We gaan verder met iets anders. We gaan het hebben over kapsels. Kort haar met Nathalie. Nathalie, hallo. Vorige keer hebben we lang haar gefeund. Ja. Een half lang haar. Ja, met de krulborstel. Met de krulborstel. Ja. En vandaag heb je tips voor het feunen van kort haar. Ja, korte koffie. Ik heb mijn model Merlijne meegenomen. Wat ik wil gaan uitleggen is hoe je juist met een kort kapsel wat leuke kapsels kan creëren. Merlijne heeft een haarlengte waar eigenlijk best wel veel mensen zich in zullen herkennen. Ze heeft het haar wat... bij het oor, dat je hem wat achter je oor kan dragen. In dit geval heb ik hem al een beetje in model gebracht, zoals ik hem zo meteen wil gaan feunen. Maar het gaat er vooral om dat je een kort kapsel op een leuke manier eigenlijk kan feunen. Nu heb ik hem wat omhoog gezet, maar je kan hem ook naar voren dragen of achter het oor of een beetje naar buiten. Wat ik bij mijn lijnen wil gaan doen, is een beetje een kuif achter het oor. Een beetje naar achteren. Ik draai er even omheen. Ja, draai niet omheen. Oké. Twee dingen die eigenlijk heel belangrijk zijn, wat ik graag de kijker wil meegeven. Dat is als je het haar nat hebt gemaakt. En ik heb het nu al gedaan en versteviging in gedaan. Maar als je het wil beginnen met feunen, dan heb je uiteraard je handen nodig. Een feun, een ronde borstel als hulpmiddel en een spijkerborstel. Maar met je handen is ook al prima. Het gaat erom dat je in gedachten neemt hoe je haar, in welk model je het haar wil hebben. Dus op het moment dat je in dit geval het haar naar achteren wil hebben, kan het dan ook al zo naar achteren, omdat je dat als richtlijn kan gebruiken. Dus op het moment dat je het gewoon een beetje rommelig laat, nadat je de gel in hebt gedaan en je denkt van nou, nu ga ik beginnen met feunen, dan raak je al heel snel het overzicht een beetje kwijt. En het gaat er dus om dat je juist voor jezelf snapt welke richting je op wil feunen. En waar je ook alweer gebleven bent. En wat een heel belangrijk punt is dat je van achter naar voren werkt. Dus je begint altijd in de nek naar voren te werken, ook weer voor het overzicht. En het tweede belangrijke punt wat ik nog wil uitleggen, en daarna ga ik weg, want dan ga ik mijn lijn even feunen en dan zien we het eindresultaat. Dat is op het moment dat je feunt en je wil bijvoorbeeld het haar omhoog hebben, dan is het wel vrij logisch dat je de feun dus op deze manier in het haar zet. Maar wil je het haar nou naar voren dragen, of wil je het haar nou omhoog dragen, dan pak dan ook weer de feun en zet hem dus juist aan de achterkant erin, waardoor het haar die kant op valt. En wil je hem omhoog hebben, houd de feun aan de onderkant, waardoor het haar dus omhoog valt. Het is niet logisch om de feun zo te houden, terwijl dat voor je gevoel wel is, terwijl je dus het haar omhoog wil hebben. Ja. Dus dat is ook een dingetje wat ik mee wil geven aan de kijker. En gewoon naar beneden hangen met je... Ja, op de kop is ook heel gebruikelijk. Maar dan moet je het wel een beetje rechtop willen hebben. Of juist volume. Ja. Maar als je dan, want het is ook iets wat je inderdaad heel snel doet. Omdat het gewoon, ja, het feunt lekker snel. Hè, op je kop feunen en dan heb je gelijk volume. Dat is zeker waar. Maar wat je nu heel veel ziet, ook bij de mannen, is natuurlijk heel veel wat langer haar en wat meer naar voren. Dus dan, als je dan vooral een beetje dik haar van jezelf hebt en je bent voorover gaan hangen, dan krijg je in één keer zo'n soort van ploffenhoofd. Dus dat is juist wat ik wil meegeven. Dat als je het naar voren draait en wat platter, houd dan de feun van bovenop en ga met feun mee in de richting waarin je het haar wil hebben. Oké. Nou, hele goede tips. Ja. Jij neemt Merlijne even mee en we zien jou zo dadelijk terug. Ja. Ben heel benieuwd. Ja. Succes. Dankjewel. Ja, dankjewel. We gaan weer verder naar de keukentafel.
Ja, en aan de keukentafel heeft Niek de krant opengeslagen van de afgelopen week. En dat is de krant van woensdag. Klopt. En daarin staat een heel groot artikel over een jongen uit Brummen waarmee iets is gebeurd. Ja, treurig verhaal. Het gaat over Matthijs Engelhard. Ik zal het artikel even laten zien. Even de kijkers het zo kunnen zien. Dorp in shock na dood van Brummenaar is de kop. Nou ja, ik denk dat onze verslaggever het niet beter had kunnen samenvatten. Brummen was en is misschien nog wel in shock. Een 22-jarige dorpsgenoot, Matthijs Engelhard, is vrijdag met vrienden Sinterklaas gaan vieren in een kampeerboerderij op de Veluwe bij Otterlo in de buurt. Nou goed, zoals het gaat met jongens, lekker avondje, gezellig met elkaar. Er is vermoedelijk wel wat alcohol gevloeid. En nou goed, er zijn ook bronnen die spreken van dat er ook wel wat drugs zou zijn gebruikt. Nou, die jongens hebben daar gefeest. Matthijs is zaterdag ziek geworden. Is op bed blijven liggen en op een gegeven moment was hij verdwenen. De jongens gingen naar zijn kamer. Hij was er niet meer en ze hebben alarm geslagen. Je kunt je voorstellen, de duisternis treedt in op de Veluwe in het bos. Iemand is zoek. Dan moet het natuurlijk met man en macht gezocht worden. Nou, dat hebben jachtopzieners gedaan. Die hebben hem zondag gevonden, een kilometer of 6 verderop in de buurt bij Ede. Ik geloof dat men ook dacht dat er sprake was van een misdrijf. Hè? Ja, in de eerste instantie werd eraan gedacht. Het lichaam was, zoals de politie dat dan verwoordde, aangetroffen onder verdachte omstandigheden. Al gauw bleek dat dat niet het geval was en hebben ze dat teruggedraaid. En, toen sijpelde dat nieuws natuurlijk langzaam door in Brummen en omgeving. Want het is natuurlijk Brummen, het is geen heel klein dorp, maar het is in ieder geval wel een hechte gemeenschap. Dus mensen keken er erg van op en waren ook erg geschrokken. Goed, er is maandagavond al een bijeenkomst geweest in Brummen voor nabestaanden. Matthijs was een jongen die zeer bekend was in het dorp. Mm-hmm. Hij voetbalde bij SC Brummen in het vierde elftal, een soort vriendenelftal was dat. Veel vrienden, bekenden, heel veel jongeren zijn ook maandagmiddag al naar de plek geweest in het bos in Ede. En dinsdag is het condoliansregister geopend in Concordia in Brummen. En ja, en grappig, in een café, hè? Ja, dat is... ja want Harry Timmer, de eigenaar van Concordia, is de vader van Martijn. En die jongen die maakt weer deel uit van de vriendengroep van Matthijs. Dus ja, die jongens die zijn met z'n allen, trekken ze de hele week al samen op. Ze steunen elkaar, ze vinden steun bij elkaar en dat zie je ook op deze foto. Ja, laat die foto nog eens even goed zien. Want we zien, als we goed kijken, dan zien we dus de foto van het slachtoffer. Van degene wie het is overkomen. En daarachter staat een hele vriendengroep die poseert. Ja. Dat is toch wel een andere manier van rouwverwerking. Ja, het is een bijzondere manier. Maar goed, de jongens die doen dat met elkaar. Gisteravond is er ook nog een bijeenkomst geweest bij de voetbalclub. Daar was Matthijs natuurlijk ook een goede bekende. Zijn ouders die werkten ook in de kantine. En daar is iedereen van de voetbalclub die hem kende ook geweest gisteravond. En komende zondag is ook nog een condoliansbijeenkomst. En dan wordt hij zelfs opgebaard ook in Concordia. Ja, dat is heel bijzonder, toch? Ja. Er is echt het heeft een impact op een heel dorp, dit. Enorme impact, ja. Omdat het is iemand, zoals die wordt omschreven door zijn vrienden, het is een beetje een clown, een lolbroek, gezellige jongen. Goede sfeer altijd als hij er was. En dat blijkt ook uit alle reacties die je ook ziet op huis, bijvoorbeeld uit een eigen huispagina. Nou, daar stroomden de reacties ook op binnen, zondagavond al, toen het nieuws bekend was geworden. Dus ja, daar rijst een beeld op van een jongen die midden in het leven stond. Hij studeerde ook in Zwolle. Daar is ook nog een herdenkingsbijeenkomst geweest. SPH studeerde hij, sociaal-pedagogische hulpverlening. Woensdagmiddag hebben daar studenten en docenten ook hem herdacht in een speciale bijeenkomst. En daar zijn ook weer die vrienden uit Brummen naartoe gereisd. Ja, het is een diep tragisch ding. Maandag wordt hij gecremeerd, heb ik begrepen. Ja. En dan is het, raar is, dan is een jong leven, is het boek gesloten. Ja, het is ontzettend triest. Echt, het is de nachtmerrie voor iedereen, omdat dat zoiets een jong mens overkomt. Ja, dit zal nog wel even naeilen ook. We gaan naar het volgende onderwerp. En ik zie dat jij daar klaar staat, dat je even bij Paul wil kijken. Want Paul gaat het bord opmaken, vermoed ik. Ja, het gerecht, de stamppot met venkel, is bijna klaar. En ik sta te popelen om te gaan proeven. Hoe maak je dit gerecht verder mooi op een bord, Paul? Ja, stamppot heeft natuurlijk de bijnaam dat het een bord eten is.
En deze stampot met fenkel, sinaasappel en prachtige worst is eigenlijk een exclusief gerecht. En moet ook zo worden behandeld. Dus u krijgt niet een bord stampot, maar we leggen op een heerlijk randje gekarameliseerde fenkel. Die dus in feite een beetje de anijssmaak heeft. Daarop leggen we het heerlijke eneborstje. We zorgen voor de zoutjes en de zuurtjes met een prachtige Duitse worst. Wij zorgen voor de krokantjes door heel het harde groene stuk van het bosuitje erop te doen. We smaken het af, zoals dat heet, met een verrassend bittertje, bitterzoetje. Dat is sinaasappelrasper. Kan je dat eten dan, Paul? Ja, dat kun je eten, hoor. De schil van een sinaasappel? Ja, ik zou je aanraden om hem niet als geheel te eten, maar geraspt geeft hij een heerlijk effect op gerechten. We hebben het sap van de sinaasappel hebben we uitgeknepen in de jus van de eneborst, die we verlengd ook nog verrijkt hebben met een lichte bouillon. En we gooien er een klein beetje zuutje omheen. Moet dat niet netjes in het kuiltje? Nee, dat hoort niet in het kuiltje bij dit gerecht. En dan zorgen we natuurlijk dat ons bord schoon is. Ja, ja. Ziet het er werken uit, zeg. Wel met een warm bord werken. En dan wordt het een heerlijk bordje. Eet smakelijk. Tip voor de wijn? Bij stampotten is een witte wijn het lekkerst. Ja, een mooie, frisse witte wijn. In dit geval met de venkel zou ik zeggen een Duitse wijn. Of een Elsasser gaat goed. Okay. Dankjewel, Paul. Het recept is natuurlijk terug te lezen op de website. En ik ga ondertussen even proeven en jullie gaan terug naar Gerbrand. Ja, en ik sta niet aan de keukentafel, want ik ben nu midden in de kookstudio. En ik ga zo meteen met Paul, want Paul zit in de voorbereidingen. Paul, je bent nog iets aan het schoonmaken. Ja, dat is iets schoonmaken. Dat hoeft eigenlijk met zo'n apparaat. Moet je natuurlijk na het apparaat, dat wanneer het gebruikt is, moet je het product altijd even schoonmaken. Dus je bent het voorbereiden. En dan ben je het voorbereiden. En wanneer de ingrediënten erin komen, is het natuurlijk wel belangrijk dat het product schoon is, voordat je het gaat gebruiken. Ja, want wat gaan we doen? We staan hier bij een apparaat, en wat is het voor apparaat? Nou, dit is een Solus Sap Centrifuge. En dit product, dit is pulp van sap scheidt. Dus je gooit je spulletjes erin. Ik zal hem even laten zien. Bijvoorbeeld een appel. En je begint ook al, als je sap maakt, met harde fruiten. En dat is eentje. Die gaat er gewoon helemaal heel in. En als die helemaal in, dan duw je hem eventjes na. Oké. Ja, en dan... En die gaat hem niet schillen en dat komt dan hier uit? Ja, dat komt dan hier uit. En dan doe je een kannetje eronder en dan druk je op een start, op zo'n knopje. En dan pak je het stampetje eigenlijk als waar bij. Nou, dat was de appel. Dat was de hele appel? Dat was de hele appel. En dus waar hangen de pitjes en de steeltjes? Nou, de pitjes en de steeltjes zitten dan hier in het bakkie. En door het snelle centrifugeren blijft de sap hier over zonder dat er dus daar van die kleine dingetjes aan zitten die meestal tussen de tanden komen te zitten. Of ja, meestal weet ik niet, maar handig kan gebeuren. En dan heb je een gedeelte van appelsap. Maar je kunt natuurlijk ook andere ingrediënten erin stoppen, bijvoorbeeld wortels. Hè, dat is ook niet alleen goed voor de ogen, maar ook voor je huid bijvoorbeeld. Wordt het nou gewoon prut? Nee, er wordt geen prut. Wordt daar gewoon echt een mooi, lekker sapje. Ik doe altijd gewoon dingetjes die ik zelf lekker vind. Ananas vind ik altijd lekker. Maar heeft ook een andere functies. Bijvoorbeeld houden het hongergevoel weg. Zou voor mij wel goed zijn. En het is goed voor de huid. Kun je ook een beetje aan mij zien. Vol samen. Ja. Maar ananas, het is ook een heerlijk fruit natuurlijk. Ook dit gooien we natuurlijk gewoon heel makkelijk in. Een paar sinaasappeltjes erbij. Natuurlijk ook is, als je voor bepaalde sapjes maakt, dan kun je ook andere ingrediënten erbij plaatsen die je normale wijze niet zo gauw hierin zou kunnen vinden. Bijvoorbeeld gember. Nou, gember zelf zo eten, dat doe je niet zo gauw. Maar je kunt gewoon door een stukje gember hierin te stoppen, is het een
een wortel die toch wel een heilzame werking heeft. Bijvoorbeeld als je je eigen niet zo lekker voelt, het haalt misselijkheid weg of wagenziek. Geeft het nou ook een beetje een extra pittig smaakje aan het sapje? Of? Nou, je proeft hem eigenlijk niet zo erg. Want het sap wat eruit wordt gehaald in combinatie met de citrusvruchten die erin zitten, dan haalt het er een beetje weg. Oké. Dus je proeft het wel enigszins, maar het is heel weinig. En dan dit is gewoon een kwestie van een beetje roeren. Ik zal deze even erin zetten, want het wordt een beetje zootje. Een beetje roeren zo, hè. Nou, pak even, ik heb geen lippen bij de hand, dus doe even met een wortel. God, we staan in de kookstudio en geen lippen bij de hand. Nee. Ja, dat is toch gewoon fantastisch. Het is echt... En dat is gisteren een beetje zware avond gehad, of een gezellige avond gehad, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En door zo'n sapje is dat een enorme energieboost van het begin van de dag. Heerlijk. Ja, het ruikt niet alleen lekker. Een beetje verdelen over de glaasjes? Dat nou, ik vind het zelf... Nou, ik heb... niet zoveel. Maar als jij dat zo meteen ik verdeel het eventjes, dan kan hier het proeven. Ja. Maar het is echt voor... Maar als je hier elke morgen mee begint, je krijgt een enorme energie ervan. Er zitten natuurlijk alle vitamines erin, vitamine A, B, C. Alles waar eigenlijk het goede van het fruit zit gewoon hierin. De stukje schil, wat je normaal eraf goed, ja, ook de sap van de schil zit gewoon in dit glas. Okay. Dus het is gewoon, ik zal wel even een paar dingen maken, dan ja, kan iedereen van genieten. Maar niet te veel lawaai dan meteen. Nee, maar ook niet te veel drinken, want dan word je helemaal hyper, denk ik. Is het zo? Ja. Ik zie dat jij hier bij Diana staat. Dus dat, we gaan ervoor. Ga ik naar de keukentafel. Goed. Ik neem het sapje mee. Ja, want we hebben natuurlijk net kerstspullen opgeruimd, maar we hebben natuurlijk ook nog kerstverlichting. En hoe ga je daarmee om, Diana? Ja, dat kan natuurlijk een enorme bron van ergernis zijn. Hè? Want ik heb een voorbeeld meegenomen. Kijk, zoiets herkennen mensen thuis vast wel. Zo'n kluk. Ik herken mezelf, dat doe ik altijd. Ja, precies. Het is overigens wel een hele handige doos. In dezelfde serie als die serie, waar je de kerstverlichting in op kunt bergen. Maar goed, hoe doe je dat dan gestructureerd? Ik heb daarvoor iets meegebracht, dat is dit apparaat. Het ziet er heel technisch uit, maar deze gaan per twee. En hier kun je heel eenvoudig de kerstverlichting omheen wikkelen. Een goedkope oplossing daarvoor is bijvoorbeeld een houten plankje uit een kistje wat je met kerst als relatiegeschenk krijgt. En zo'n dekseltje uit zo'n kist. Of je kan een opgerolde krant daarvoor gebruiken. Of een koker van inpakpapier, zo'n harde kartonnen koker. En hoe het dan werkt, is dat je dan gewoon de kerstverlichting eromheen wikkelt. Ik heb hier dus het voorbeeld al. Maar zo simpel is het dus. En op deze manier voorkom je dus die bron van ergernis elk jaar, wat dan weer terugkeert. En dit is gewoon heel handig en dat kun je eventueel in zo'n doos opbergen. Ja, je moet die lampjes wel beschermen. Ik heb heel vaak dat die lampjes dan alsnog kapot gaan. Maar een doos, een plastic tas? Of deze doos of een plastic tas inderdaad, dat is heel, heel praktisch. Maar let er daarbij op volgend jaar, als je het dan uit de doos haalt en voordat je het dan in de boom gaat hangen, dat je even de stekker in stopcontact steekt om te kijken of ze het nog doen. Want heel vaak willen de bedrading toch nog wel stuk gaan of de lampjes die gaan stuk. En je zal niet de eerste zijn die dan vervolgens de boom heeft opgetuigd. En pas op het moment dat je de stekker in stopcontact steekt, heel de boom al klaar hebt. En dan blijkt moet je nog naar de winkel. Dan moet je ze weer opnieuw gaan doen. Dus met al deze tips over de dozen en over de verlichting hoop ik dat de mensen volgend jaar in ieder geval heel opgeruimd hun spullen uit de kerstversiering hier tevoorschijn kunnen halen. Okay. Dankjewel voor de tip, Diana. En dan gaan wij weer terug naar de keukentafel. Ja, en ik ga praten met heel kort, want Niek die moet zo naar huis. Die moet de kinderen naar school brengen. Dus we gaan het heel even kort met jou hebben over wat er dit weekend staat te gebeuren. En dan ga ik daarna gaan we praten met Rob. Niek, waar zijn jouw verslaggevers vandaag en het komend weekend? Om te beginnen, ja, het is vrijdag. Het weekend begint voor de meeste mensen, hè, vanmiddag al. Dus wie vanmiddag naar Harderwijk gaat, loopt de kans daar rennende kerstmannen tegen te komen. En niet één, wel tientallen als het goed is. Nou, dat heeft te maken met een soort sponsorloop, dat is voor Kika. Mensen kunnen eraan deelnemen. En je betaalt €20 en dan krijg je een kerstmannenpak. En dan ga je een stukje rennen. Nou goed, en de opbrengst is dus voor Kika. Voor het goede doel. Voor het goede doel, ja. Dus vanmiddag rond een uur of drie geloof ik in de buurt van de boulevard van Harderwijk. Waarschijnlijk dit hele weekend wel meer rennen dan de kerstmannen, vermoed ik dan. Sinterklaas is al weg. Ja, Sinterklaas is weg. Koning Winter is alomtegenwoordig, mag ik wel zeggen. Echt, waar je komt, in welk dorp. Het is wintermarkt, kerstmarkt en ga zo maar door. Het is ook de tijd van de midwinterhoorn, het traditionele instrument wat met name in Achterhoek en Twente klinkt. Hè. De Olde Roop noemen ze het ook wel. Hè. Voor mensen die het niet kennen, het is net een soort
Vuvuzela, zo klinkt hij soms ook. Ja. En dat schalt dan over de Achterhoekse landen. Dat is eigenlijk, vind ik wel een leuke uitleg. De Midwinterhoorn is de Twentse Vuvuzela eigenlijk. Ja, daar lijkt het een beetje op. Goed, maar mensen kunnen in ieder geval dit weekend in Exel kunnen ze hem horen. En ook in Zutphen is dit weekend een concert van Midwinterhoornblazers in samenwerking met het Carillon. Dus dat is voor de liefhebbers. Voor de liefhebbers van winter is er ook iets opmerkelijks in Lochem. Dat is Winter Wonderland. Dat is een ontzettend leuk evenement in het Lochemse Openluchttheater. Sowieso, voor mensen die het niet kennen, is het een plek om eens een keer heen te gaan. Prachtig verscholen in de bossen aan de voet van de Lochemse berg. Een mooi oud theater. En dat Winter Wonderland, ja, dat is een geweldig festijn. Een beetje op de grens van professioneel en amateur kunst. Er zitten kinderen die voeren stukjes op, toneelgezelschappen, er is muziek. En van alles en nog wat, een hele mooie feerieke sfeer in dat openluchttheater. Ook wel met mooie lampjes en gezellige hoekjes. Dus daar kun je prima van maken. En daar zullen wij dit weekend ook zeker verslag van doen voor de krant van maandag. Oké, want je vertelde al, er staat eigenlijk niet zo heel veel spannends te gebeuren voor het weekend. Dat is meestal niet zo. Je kunt natuurlijk nieuws niet anseneren. Nee. Calamiteiten kun je niet voorspellen, als het ware. Nee. Oké. Nee. Nou, ik wens je heel veel plezier. Ga snel naar huis. Dan kun je kinderen naar school brengen. Okay. En we gaan even kijken naar het resultaat aan die kant. Ja, naar het kapsel. Het feunen van het korte kapsel. Wat een fantastisch, prachtig, mooi gefeund kapsel, Nathalie. Ja, dankjewel. Ja, Marlijn heeft ook heel mooi haar, hoor. Stevig haar, denk ik. Ja, ja, het is gewoon heel, het laat zich heel makkelijk zetten. Dus het is natuurlijk wel, dat is gewoon wel fijn, zeg maar, in dit geval. Maar wat ik gedaan heb, is juist nog even... Dat is, ik weet niet of dat echt heel handig is voor thuis. Maar ik geef het in ieder geval wel mee dat je in dit geval wel kan zien dat ik de borstel er bijvoorbeeld zo op ingezet. Dat geeft aan eigenlijk dat het wel heel bepalend is. Maar ik ben in de nek begonnen, van daaruit naar boven naar de kruin toegewerkt. Daarna de zijkanten, de borstel, deze kant erin gehouden of de vingers. De föhn vanuit deze richting heb ik hem droog geblazen. Geblazen aan de andere kant ook. Als je heel even een klein beetje wil draaien, Marlijn, wat wel belangrijk is, is... Dus ik heb dus deze kant heb ik echt een beetje omhoog geföhnd. Daar heb ik dus föhn dus ook echt zo rechtop gezet. Dus een beetje spanning op het haar gezet. Even geföhnd, even laten afkoelen. Want doordat hij afkoelt, neemt het haar de vorm aan waarin je hem hebben wil. Ja. En vervolgens heb ik hem opgezet en uit laten lopen. En dit ook weer wat platter gelaten. Beetje wax erin, beetje lak erin. En blijft het echt de hele dag zitten? Ja, nee, het blijft wel echt de hele dag zitten. Als je hem goed föhnt, desnoods nog een beetje tegenkammen, touperen. Daar kom ik later nog een keer op terug. Maar het blijft zeker zitten. Oké, dankjewel. En dan gaan we verder met het laatste onderwerp. Ja, Rob van Steen heeft nog wat tips voor het weekend. Ja, en laten we eerst even beginnen. Er staat een hele grote stuk in de krant. Maar jij wilde iets zeggen over dit artikel. Dat is een artikel van Henk Wanningen. Nou, en ik vertel net, waar zijn onze verslaggevers dit weekend? En die verslaggever is in ieder geval niet bij ons. Hij schrijft een leuke column in de Stentor over de vermusicalisering van Nederland. Dat er van iedere bekend icoon, ieder bekend boek, wordt wel een musical gemaakt. En hij heeft vooral zo zijn twijfels bij het stuk dat vanavond bij ons staat. Dat is Je Anne, naar het bekende boek van Anne Frank. En dat is op zich wel ook iets nieuws in heel dat musicalland, dat je eerst ziet dat alles groots is met veel glitter, glamour, veren. Dat het vooral grote shows zijn. En wat er nu toch in opkomst is, is de wat kleiner gemaakte, ambachtelijke musicals, kun je bijna zeggen. Of het hangt ook heel dicht tegen muziektheater en toneel aan. Waarbij je eigenlijk veel rustiger, veel ernstiger een onderwerp aan de kaak stelt. En in dit geval dus zelfs het dagboek van Anne Frank. Wat sterk hangt ook aan de muziek die daaronder geschreven is. Ja, we hebben een klein fragment op YouTube gevonden. Dat kunnen we als het goed is even bekijken. Als het goed is kunnen we het instarten. Ja. Oh, ik weet nog. Ja, ik weet nog. We speelden voor ons huis met vriendinnen, touwtjes springen. Uitgelaten kwam ik thuis, terwijl mijn vader juist van zijn werk kwam. Oh, ik weet nog, ja, ik weet nog hoe stil het was op straat toen mijn oma
zelf heb ik er toch altijd een beetje moeite mee als iemand in een serieus deel begint te zingen. Maar het begon al bij de Sound of Music. Hè. We stonden af te wassen en toen gingen we zomaar in één keer zingen. Het is een rare reflex, maar toch, veel mensen, kijk maar in je eigen leven, beginnen op de meest gezette momenten te zingen. Onder de douche. Wat je zag was Abke Bruins. En zoals vaker bij musicals is ook aan haar een hele zoektocht vooraf gegaan voordat ze haar hadden gevonden. Ze lijkt ook heel veel op Anne Frank, voor tenminste wat wij daarvan van weten nog uit het beeldmateriaal. Deze musical is vanavond in Zutphen, morgen in Apeldoorn en is dan ook verder nog in de regio in Doetinchem en in Culemborg ook nog te zien. En dat is ook een bruggetje naar wat er verder is in de decembermaand. Want het is wel een beetje nostalgie wat hoogtij viert in de theaters in de omgeving. Dat is niet zo gek. Het heeft natuurlijk alles met kerstmis te maken. We gaan de komende tijd heel veel kerstdingen meemaken. We gaan de Messiah meemaken van Händel in de Buitensociëteit. We gaan naar een notenkraker kijken van het orkest uit Tatarstan met een compleet dingen. Dus dat zijn dingen die echt wel bij deze tijd horen. Maar toch, wat je ook ziet, is dat in onzekere tijden, waar het publiek nu toch al een beetje in zit, zie je dat producenten met een aantal zekerheden komen. Dingen die je herkent. En dat is bijvoorbeeld De Avonden, het boek, ook weer omgezet naar theater in Lochem volgende week. Of De Aanslag van Harry Mulisch, mm-hmm. ook wat weer omgezet wordt. En dat valt ook nog vaak toevallig met andere dingen. Binnenkort hebben we De Eenzaamheid van de Priemgetallen, draait nu in de bioscopen en wordt de komende weken ook in première verwacht op de Nederlandse podia. Ja, je had nog een fragment. Je hebt nog twee fragmenten uitgekozen. Ja. Het tweede fragment was een thriller. Ja, dat is ook wel een leuk voorbeeld daarvan. Dat klassiek gemaakt toneel, het trailertheater. Laten we hem even kijken. Ja, laten we een klein stukje kijken. Dat is het tweede fragment. We gaan acteren. Eerste bedrijf, scène 1, tijdverhandeling 1889, plaatsverhandeling, het huis van Sherlock Holmes, Baker Street, Londen. Wat heb je nou je snor laten staan? We spelen toneel. Zal ik dan Holmes spelen? We spelen mijn script van de avond op de basketbills. Is die gek er nou nog niet afgelopen? Noem jij mijn fascinatie voor de grootste detectiveheld aller tijden een gek? Het zal toch wel vaker voor toneel bewerkt zijn. Goed, klaar, pak de script en actie! Ja, dit is eigenlijk een beetje, het begint op een beetje hoe moet ik het zeggen, een beetje schoolse manier. Ja, ja, nou wat zij doen is, ze maken er een beetje een grapje van. Hè? Ze halen wat acteurs bij elkaar op het toneel en ze zeggen vervolgens tegen elkaar, zullen we nu de Hound of the Baskervilles gaan spelen? Oh, goed idee. Ja, als een soort jam session of zo. Ja, alsof het uit een grap geboren wordt, wat natuurlijk niet zo is. En wat ze dan vervolgens doen is het publiek ook echt meenemen. Dat is natuurlijk de kracht van het toneel, hè? De verbeelding, dat je in die zaal zit en dat je toch gelooft ook. Terwijl je weet dat die mensen gewoon toneel staan te spelen. Ja. En misschien in het volgende stadium ook gaan het publiek ook meedoen. Ja, wie wil eigenlijk de rol spelen van? He, dat soort interactie. Dat zou heel goed kunnen. Nou, een rol die kinderen in ieder geval heel graag zouden willen spelen is Otje. We zijn allemaal groot geworden met Otje. Die heeft allerlei vormen gehad. Ik heb het natuurlijk voorgelezen aan mijn meisjes. En vervolgens is het ook in film, op film gezet. En nu ook in het theater met erg leuke liedjes. Met Rick Hogendoorn van Sesamstraat. Als de kok Tos, die verschrikkelijk kwaad kan worden. Nou, laten we ook maar even kijken. Ja, laten we eens even kijken. Het derde fragment. Een beetje wijn, een beetje jus. En dat is mijn pâté-menu. Een beetje olie, een beetje tijm. Maar hou het stil, dit is geheim. Dit gouden maal is zo gereed. Een Spaanse peper, lekker heet. Een snufje zout, een schut azijn. Of zou ik nou nog iets vergeten zijn? Oh ja! Twee diepte skippen, haal ze uit het vak. Diepte skippen, pak ze uit het vak. Twee diepte skippen, hak ze alle twee. Nou Rob, dankjewel. Waar ga je zelf naartoe? Of zie je ook al deze voorstellingen zelf? Ik zie veel van de voorstellingen inderdaad. Gisteravond was ik nog bij Hans Lieberg in een uitverkochte buitensociëteit.
Soms moet ik bekennen, zie ik de dingen ook maar voor de helft. Want anders wordt het elke avond toch wel erg laat. En als je dan om 7:00 in de studio moet zitten, dan gaat het toch wel een beetje opspelen. Ja. Dankjewel. Lijkt me een erg leuk beroep hoor, theaterdirecteur. Nou, dames en heren, hartelijk bedankt dat u heeft gekeken de afgelopen uur, Ingrid. Ja, ik vond het weer reuze gezellig. Ja, het ging hartstikke goed. Volgende week nog een keer doen? Denk het wel. Oké. Tot ziens. Dag. Dag.